Jelinek rookvrij. En de rookvrije verslavingszorg staat, staat niet op zich. Het is een beweging om rookvrij te worden, wat je in de hele zorg ziet. Ja, dus over een aantal jaren zullen er waarschijnlijk geen klinieken, zeker geen verslavingsklinieken meer zijn waar je kan roken. Een sigaret is geen optie. Hoeveel rook je op een gemiddelde werkdag ongeveer? 7 sigaretten. 7? Ja. Ja. Zou je naar 0 kunnen? Op een werkdag? Ja. Ja, als het verplicht wordt, zal het wel moeten. Maar ik denk dat ik dan ook wel mijn pauzes ga gebruiken om te roken. Maar dat mag dan niet hier? Nee, maar ja, dan gaan we zuid in. Wat belangrijk is, is dat je, als je een rookvrije kliniek wordt, daarmee zet je eigenlijk tabak, het roken van tabak, op precies dezelfde plek als drugs en alcohol. Dus je gebruikt ook geen alcohol in je kliniek en je spuit ook geen heroïne. Je rookt ook geen sigaretten. Dus je hebt het ook niet in bezit. En dat gebeurt dus tijdens die behandeling niet. Maar het eeuwenoude gezegde luidt, een tevreden roker is geen onruststoker. Nee, maar roken geeft juist onrust. En als je stopt met roken, wordt alles veel rustiger. Ja, dat geldt voor een individu. Die detoxperiode meestal niet, dan wordt het vaak wat onrustiger. Maar dat geldt ook voor een kliniek. Je zal zien dat eigenlijk al vlak na de introductie, dat het behandelklimaat veel rustiger wordt. Je zal het ook bij je rokende collega's zien. Die hebben ook veel minder behoefte straks om te roken. Een deel zal echt gaan stoppen. Vergaderingen die zullen rustiger verlopen. Omdat niet meer na 3 kwartier van zo meteen kan ik roken. Dus ook je behandelinterventies zullen rustiger worden. We staan op het rookvrije gedeelte van het balkon van de klinische detox. En hierachter, ik neem je mee. Dit is het rookgedeelte. Cliënten zeggen wel eens van ja, waarom kunnen er geen lichtstoelen komen en het allemaal wat aantrekkelijker maken. Maar wij leggen ook uit vanuit, het moet niet te fijn zijn en het is een ontmoedigingsbeleid. Ja. En wat jou betreft bestaat dit binnenkort niet meer? Nee. Ik denk dat dat wel een hele goede beslissing zal worden om de verslaving aan te pakken, waar ook nicotine bij hoort. Angelique, wat is voor jou nou het voornaamste bezwaar tegen het initiatief dat de werkplaats rookvrij moet zijn? Nou, het voornaamste bezwaar vind ik de nachten. Omdat daar heel veel mensen zijn die misschien wel ja hebben gezegd tegen het stoppen met roken. Maar door alle problemen die naar boven komen, de trek, de behoefte om andere dingen te gebruiken. Ja, ik ben dus echt bang dat ze heel veel gaan roken op hun kamer. En dan hebben we wel een probleem, want we zijn in de nacht alleen. Ja. En ja, wat gaan we dan doen? Als je eenmaal rookvrij wordt als kliniek, en je merkt dus nu al dat er toch ook weerstand is, dat wordt zeker die weken van tevoren, wordt het nog wat meer. Het is spannend voor mensen. Dus het is heel verstandig om het. Je kan het zien als een soort detoxperiode van de kliniek waar je doorheen gaat. Als verslaafde ook, je weet, ik ga over 2 weken in opname. Nou, dan bouwt de spanning wat op. Vaak zie je dat ze de dagen ervoor meer gaan gebruiken. Dan afscheid nemen. En dan ga je die ontwenningsperiode door. Dat heb je als kliniek ook. Dus daar moet je ook als leidinggevende rekening mee houden. En misschien moet je de eerste weken wel meer personeel inzetten 's nachts. Dat je met z'n tweeën ervoor staat. Om gewoon ook te ervaren dat het wel meevalt. Want het valt eigenlijk altijd mee. Als iemand heel onzeker is, alleen 's nachts, dan zou ik niet de eerste nacht diegene inplannen. Doe dat dan een paar dagen later en dan bijvoorbeeld met z'n tweeën. Waarom Jelinek rookvrij als pand wordt, vind ik goed. Ik vind het fijn dat er niet over middelen gepraat wordt, maar over verslaving. En daar hoort nicotine toch echt wel bij. En je hebt het eigenlijk ook niet nodig.
Dus je kan het ook opvangen op andere manieren als je onrustig bent of dat je je verveelt. En dat merk ik bij cliënten heel erg, dat er wel de behoefte aan is om het roken ook aan te pakken. Ik ben heel blij dat de Jelinek, net als wij en al onze collega-instellingen, rookvrij worden. Ik denk dat we echt heel veel mensen veel gezonder en ook veel gelukkiger gaan maken. En het is even een omslag, maar we doen het met z'n allen. Dus dan gaat het ook lukken. En als je vragen hebt, hier vanuit de Jelinek, bel dan VNN of Tactus of de andere organisaties op. We doen het met elkaar. En dan lukt het wel.